Hallo allemaal en welkom bij TCG & Toys. We gaan weer verder met Brilliantimant avontuur. We gaan op weg naar Snowpond City. We zijn hier op route 11 en we gaan Mount Coronet in. We gaan hier omhoog. Dus dit stukje had ik verleden keer al gedaan. En blijkt dus dat ik ook de fok nodig heb. En die had ik nog niet. Dus die moest ik eerst gaan halen. Hier naar beneden. Oh, komt de Pokémon aan. Een Geodude. Kijk, ik denk niet dat ik alle Pokémon zou krijgen. Omdat we natuurlijk ook moeten gaan treden. En die heb ik dus niet. Oké, kijk. Starrett, de helpt uit. The fuck? Oeh. Die heb je ook nodig, anders kom je nergens. Weet je niet waar je heen moet? Pack of starters. Oké. Je kan je ook nog allemaal kapot slaan. Je kunt hier naar beneden. Oké, nou kom ik echt Pokémon tegen die ik echt... Hier kan ik dan surfen. Wat heb ik hier nodig? Nee, ja, ik kan wel surfen, maar het is niet zo heel erg handig. De Fairy. Drangelweg, ik hoef geen Clefairy, wel een hele goede Pokémon is. Ah, kijk toch gewoon. Sofcent. Laten we maar gewoon doorgaan. Oh, moet ik dan hier naartoe? Hier moet ik weer omhoog. Waar kom ik uit? Het ligt eraan waar ik uitkomt. Route 216. Hey. Oh, verkeerde. Route 216. Ben ik hier dus? Dat is goed. Want daar moet ik ook heen. Dus dat was niet zo heel ver lopen. Je kan nog meer Mount Coronet in. Maar... Hey. Moet ik naar boven? Of moet ik naar beneden? Ik kan naar boven, want dan kan ik naar boven. Sneasel. Sneasel is een hele goede ijs-Pokémon, maar ik denk niet dat ik het nodig heb. Ik wil in ieder geval ook een Dark-type move is. Ik doe even confusie maar. Oh, dat doet niet effect. Kut. En dat ook niet. Wat rustig maar. Ik ben een steel type, dus dat heeft niet zoveel effect. Oh, dat is super effectief natuurlijk. Ja. Kijk dan, oh ja, kijk een pokeballetje. Ice Heal. Ja, die heb ik wel nodig, denk ik hier ook. Ja.
Ja, het wordt gewoon gevechten. Loop, Punny. Dat is een normal type. Of een fairy type. Als het een normal type is, dan is Dwayne Pushy perfective. Maar dit is ook maar attack move. Ja. Ja, hij heeft er ook last van hoor, heel. Double kick heeft niet zo super effective move. Sloop ik hem met heal? Ja, perfect. Een rock climb heb ik ook nog niet. Misschien kan ik even kijken waar ik een rock climb kan vinden. Even kijken. Moet die 72, kom ik zo meteen tegen dus. Ja, dat heeft geen nut. Doe maar gewoon een confusion. Dit is gewoon een watertype. Een confusion. Zillion level up. Mooi. Oh, kijk. Die wil ik hebben. Die is beter dan Poison Sting. Want dat heb ik niet zo heel veel aan. Welke heb ik nu? Pseudo Woodo. Dan moet ik een watersoort inzetten. Pseudo Woodo is een... Bubble Beam. Super effectief. Oh, niet aan. Nou, dan blijf ik even staan. Nee, die hoef ik niet te leren. Kijk. Wij sterker.
Natuurlijk moet ik ook even de andere kant op. Even terug. Beenpunch is ook natuurlijk super effectief. Hier moet ik ook zo meteen heen. Ik moet even terug. Want kan ik... Ja. En moet ik ook nog verslaan? Ik ben bovenlangs gegaan namelijk. Maar ik ben hem ook niet... Die komt natuurlijk beneden uit. Dat is een normal type, dus twee punch is dat super effectief voor. En gelijk in één klap. Kadabra. En dan heb ik wat bijt nodig, denk ik. Right, super effectief. Ook in één klap. Maar ja, mijn Pokémon zijn gewoon veel te sterk, hé. Weer terug. Gewoon even weg. Zo, dan gaan we weer wedden. Warm bed, volgens mij kan ik hier mijn Pokémon laden. En hier kan je resten. Standaard, dus dat is wel handig. Als je terugkomt kan je hier resten. Even kijken. Ah, route 16. Dat ik misschien kan ik fles kunnen dan. Is het super effectief? Ja. Steel type move, hè. Wat gebeurt er nou weer? Nee, laat me zitten. Want ik heb ook nog confusion. Oh. Ja, gaan. Oh, kan die fles kunnen gebruiken? Oh ja. Komt door die ene aanval. Dat is wel jammer, maar dat maakt niet uit. Dood. Het is hagel. Ja joh.
Dat is prima. Sneasel. Nee, laat maar zitten. Die is ook weer klaar. Doe maar gewoon een confusie. Sla zichzelf. Elektroband, dat is echt een hele sterke aanval, weet je. Maar ja, ik ben ook een steel type, dus mijn defense is best wel enorm. Kan wel een aantal klappen, omdat hij ook nooit een psychic steel type is, kan hij een aantal klappen wel halen. Allee, kijk mijn defense. Zoals de unit laat, mijn defense is heel erg hoog. Ja, die wil ik even switchen. Ik denk dat ik zo even een nap doe. Ik kan Jirachi even healen. Hippopotas. En dan een Pelipper. Dan ga je niet overleven tegen mijn Luxio. Dit is een groot veld. Even kijken, daar zit iemand natuurlijk. Elke trainer is mooi meegenomen namelijk. Zubat. Ik vind het ook wel de verkeerde. Gewoon in één beurt sloop ik hem, Jan.
Ja, laat maar doorgaan. Ik ben gewoon veel te sterk, joh. Stel, we hebben ook een level omhoog. Mooi. Snowbam. Ja, dat is een. Moet ik een confusion waarschijnlijk op doen? Ja, dat heeft geen nut. We gaan healen, denk ik, met Coldrick. Nee, dat gaat niet lukken. Gewoon luxray doen. Doen we gewoon een spark op zijn hoofd. Tegen wie moet ik nu? Weer een snowbe. Oh, laat me even staan, joh. Kunnen we wel. Doe maar gewoon een spark. Dat gaat me veel meer speed. Ik ben toch heel... Kijk daar. Het doet not very effective. Eindelijk. Wat ik kan doen is terug naar het huisje lopen om te healen. Ga ik dat eerst wel even doen. Hier zit het huisje namelijk. Kan ik wel even naar een bed, een heal bed doen. Hier resten. Worden mijn Pokémon's ook gerest. En dan kan ik weer tegenaan.
Wacht. Waar is dat? Ja, maar ook even bevechten. Weer snoven. Kan ik hier naar boven? Nee, er is niks. En hier was ik al bezig. Daar was ik al gegaan. Maar nu kom ik de diepe in. We gaan eerst deze kant op. Dan een rondje lopen. Hier nog een parcours. Team 7 heel. Er komt waarschijnlijk hier nog een trainer. Confusion drop. Hier nog een huisje. Wokklimp. Die heb je nodig. En die kan pas gebruikt worden als je de gym battle. Oh ja, doe maar gewoon confusion. Ja, hou maar. Volgens mij is vlees. Ja, klopt. Super effectief. Zo kan ik wel lekker trainen, ja.
Met chill. Wat een confusion op zijn hoofd. Oh nee, laat maar dat een Mampoleon over. Laten we dat gewoon een bubbelbeampje doen. Geen idee welke kant ik op moet. Oh ja. Ja, laten we het maar rustig zo doen. Ja, Psychic, dat is een goede move. Dat is beter dan Confusion. En veel sterker. Moet ik hier wel heen? Geen idee of ik hierheen moet. Machoke. Oh, dit is Acuity leuk vond. Moet ik? Ja, ik moet daar wel heen. Nee, ik moet er nog niet heen. Snoven. Nee, zal ik een snoven vangen? Nee, wel een goede ijs. Oh.
maar dit gaat niet weg. Ultraballetje. Ik heb geen idee welke kant ik op moet. Oh, kijk. Snowpoint City. Dit is de gymleader. Hier zit de dinghuis. Daar zit iemand in de sneeuw. Huisje. Nog een huisje. Oké, dan gaan we eerst even healen. Kijk, het laat lopen suiker rond. Waar moet ik eigenlijk heen? Moet ik gym verslaan of moet ik eerst naar... Ja, ik moet eerst naar Lake Acuity, dus ik moet even weer terug. Ik moet er eerst wel heen. Oh, maar ik moest toch healen. Oké, ik moet toch even... Ja, dat komt... Oké. Ik ben... We moeten naar Lake dus dinges toe. Nee, wegwezen. Ik hoef geen sneezen. Moet ik dan ergens anders heen of zo? Hey, manager. Moet ik eerst de gym die daar uitdagen of zo? Geen idee, hè? Dan loop ik in een dikke vette sneeuw. Die zo gas weg. We kunnen wel even kijken, want in principe kan ik de gym niet uitdagen. Ja, dat is nog een leuk verhaal dit.
Dus een bepaalde beweging of zo dat je heen moet. Ja, dat is natuurlijk ook nog een watertype. Want het duurt niet zo heel veel met. Nee, klopt. Laten we me daar gewoon verplaatsen naar Lux 2. Dat heeft geen niet zoveel. Twee punch. Oh wat. Ik als fles kennen is ook nog natuurlijk super effectief. Nou, dat is de eerste trainer. Jeetje. Kom op. Yes. Boom. Weet je wat? Hij is toch confused. Geen goede move, zou ik zeggen. Ik moet mega drinken of zo het leren. Dat is beter. Oh, Zellia. Ja. Oh, dik. Oh nee, dat is super effectief. Steelix, dan moet ik naar een podium. Ja, even dit kijken. Bilby.
Ja, in welke stad kan je dat onkel weer doen? Dan moet ik even naar de city gaan. Zie je? Ja. Ja, dat is goed. We hebben die ook gehad. Die ook gehad. Oh ja. Oh ja. Flash cannon, maar. Oeh, kwek zei je. We iets aan. Dat natuurlijk doet super effective move. Ik hoop dat ik sneller ben. En nog eentje. Oh nee. Nog een bulldozer. Ice beam. Oh nee, dit lukt niet. Of wel? Ik was nog steeds wel sneller. Oh, dat is goed echt. Even kijken, waar kan ik dan heen? Die is ook weg. Ik moet daar komen. Zo, die is ook weg.
moeten we daarheen. Dat klopt. We zijn er bijna. Dit doet echt super veel pijn. Dat heb ik echt geleerd. Want, Pentacle, laten we dat even luxe weer halen. We moeten toch zo meteen weer gaan healen, denk ik. Ja, ik moet dingen ook gaan healen. Dan moet je deze en dan moet je hem hier. En nou heb ik alles. Dan gaan we naar beneden. Dan gaan we nu de gym leader verslaan. Dus dan moet ik even gaan healen. Hyper potion op Roselia. Luxray. En dan gaan we ervoor. Kan je hier gewoon naar beneden en omhoog. En dan gaan we nu de gym leader uitdagen. Let's go. Flash cannon. Boom! En één keer sloop. Hij is echt heel sterk. Ik ben blij dat ik hem geleerd heb. Hiervoor kan ik ook hebben. Nog eens flash cannon. Laten we een manager hem ook maar uitschakelen. Ik weet niet of een flashcam super effectief is, maar we blijven gewoon doorgaan met flashcannen. Dan kunnen we het afmaken met een psychic aanval, noemen we dat wel. Ja, dat maakt niet uit. Is ook sterk. Hop. Gaat hij weer een hyper potion erover? Nou, dat moet ik straks ook doen. Als je nu de hyperpootjes verbruikt, vind ik het allemaal prima. De laatste Pokémon is een Abyssnow. Laat me eens een hyper potion gebruiken. Want die heb ik wel nodig.
gaat hij doen? Earthquake. Hij heeft wel goede dekking hoor, ondanks dat hij super effectief is. Wow, flash cannon, dat is super effectief. Je gaat niet verliezen, maar ik ga gewoon van je winnen. Nu kan ik ook de... Laten we eerst even een keertje healen. Volgens mij kan ik nu naar de lake toe. Rockclimb kan ik nu gebruiken, dat is waar ook. Wat ik nu moet gaan trainen is voor de volgende gym. Is vooral hem. Kan ik er nu wel heen? Nou, kan ik niet erin. Kan ik nu wel rennen? Nee, ik kan nog steeds niet erin. Waarom kan ik niet wegrennen? Nou, doen we dan maar wisselijk aan. Oh, dat is super effectief. Nou is hij open. Nu kunnen we naar binnen.
Kijk, dan moet ik weer naar Pelstone City. Dan gaan we daar weer heen. Volgens mij kan ik nou de building in. Gaan we eerst... Zo kijk ik altijd waar ik heen moet. Maar dat doen we denk ik in de volgende video. Ja, in de volgende video gaan we verder met dit avontuur. En dan, volgens mij, moet ik naar Collective Building. Om daar Team Collective uit te schakelen. Dus wil je niks missen, abonneer mijn kanaal. Duimpje omhoog. En zie je volgende keer maar weer. Bye bye.